Als ZZP'er kun je voordelig een fiets op de zaak zetten. En hoe werkt dit nu? Nou, je koopt of leest de fiets van de zaak met je eenmanszaak. En dit mag wanneer je de fiets voor minimaal 10% zakelijk gebruikt. Voor de inkomstenbelasting vervolgens betaal je jaarlijks een bijtelling van 7% van de adviesprijs van de fiets. En deze adviesprijs kun je dan weer opzoeken op bijtellingfietsvandezaak.nl. Een voorbeeld. Je koopt een fiets van 3000 euro, de bijtelling is dan jaarlijks 7% keer 3000 euro is 210 euro. En dan heb je nog te maken met aftrekbare kosten voor ZZP'ers. Allereerst krijg je te maken met de jaarlijkse afschrijving. Je hebt de fiets op je balans staan en je gaat hiervan jaarlijks een gedeelte opnemen in de kosten. En om dit te kunnen berekenen kijk je naar de aanschafwaarde en de restwaarde van de fiets na de vermoedelijke gebruiksduur. Weer even een voorbeeld. De fiets van 3000 euro is over 5 jaar nog 1000 euro waard. Je afschrijving is dus 3000 euro min 1000 euro. Restwaarde is 2000 euro gedeeld door 5 jaar is 400 euro per jaar. Daarnaast mag je alle losse kosten voor de fiets van de zaak aftrekken, bijvoorbeeld kosten van een fietsverzekering, reparaties of accessoires. Dan kun je nog B2 terugvragen. Ben je nu een B2-plichtige ondernemer, dan mag je de B2 op de aanschafkosten en overige kosten terugvragen via de voorbelasting in je eerstvolgende B2-aangifte. Let wel heel even op, gebruik je de fiets van de zaak ook privé, dan moet je een B2-privécorrectie doen. Nou, dan geldt nog de kilometervergoeding. Je rekent namelijk geen reiskosten voor de zakelijke kilometers die je maakt met de fiets van de zaak.